Hey, goedemorgen internet. Afgelopen donderdag ging ik iets gaan drinken met Lara in Gent. En ze vertelde mij over de app Tinder. En op Tinder is eigenlijk, ze noemen zichzelf geen dating site. Of app, maar daar komt het eigenlijk wel op neer, want het enige wat je moet doen is zeggen of dat aan de hand van mensen in een foto, of dat je geïnteresseerd bent in hun of niet. En ik heb het nu gedownload en het ding of het feit is dat je beiden elkaar leuk moet vinden om contact, dus als je een match hebt, kan je met elkaar in contact komen en anders niet. Als je maar één partij het leuk vindt, dan krijg je geen contact. Het ziet er zo uit. Zo. Eigenlijk is het dus maar zonder, met weinig betekenis, een beetje leeg. Maar het is blok en dan is het leuk. Ik ben het nu aan het proberen afsluiten, want het verbruikt dan natuurlijk ontzettend veel energie, omdat je een radius moet ingeven van afstand. Dus hij zet ook continu je locatiebepaling aan, wat ongelooflijk veel energie vraagt. Dus eigenlijk is het zo leeg, maar het is leuk om te doen, om gewoon te swipen tijdens de blok, tijdens de pauzes. Dus ik vertelde jullie daarnet al over Tinder, wat een verslavende app is tijdens de examens. Maar wat ik jullie nu ga laten zien, is misschien nog iets verslavender. Minion Rush, ik weet niet of dat jullie het kennen. Het is ook te spelen op Android en iOS, maar dit is dus op Windows 8, dit is op groot scherm. Alleen moet je je numlock uitzetten, anders werkt het niet. Maar wel ontzettend leuk. En eigenlijk ook zo leeg als het maar kan zijn, natuurlijk. Dat zijn dus mijn pauzes tijdens de blokken. Voilà, nu kan ik gewoon door zo'n raket lopen, voilà. En boys will be boys, I think. Zo, omdat Nina, denk ik, gevraagd had op Tumblr om een rondleiding te geven in my crib, ga ik dat vandaag doen. Het is de laatste post voor kerstmis, de laatste vlog voor kerstmis. En misschien ook voor een nieuw jaar, want in de blok is er weinig te vertellen. Maar achter mij zien jullie de zolder, which is actually full of rubbish. En natuurlijk kleren op het droogrek. Dus het is daar donker. Dus jullie zien eigenlijk niets. Langs de andere kant is de kamer van mijn broer, die naar zolder verhuisd is 8 jaar terug, toen mijn zus geboren werd. Omdat er in het huis maar 3 slaapkamers zijn. Dus 1 voor mij, 1 voor de zus en 1 voor papa en zijn toenmalige vriendin. En ondanks dat zij ook terug uit elkaar zijn, slaapt mijn broer nog altijd op zolder. Aangezien als mijn broer hier is, de zus hier ook is, dus die kamer is hier gebleven. En daar staat eigenlijk ook nog wat rommel op, nog een verlengstuk van de zolder. Dus dat is de zolder. Gaan we naar beneden. Eigenlijk is ons huis totaal niet groot. Is er hier een toilet. En hier is mijn kamer, die jullie al gezien hebben. Voilà.
zo. Jullie hebben hier al een rondleiding gehad, dus nothing much to talk about. En dan is er de camera van mijn zus. Ook een beetje fan van Mika. Speelgoed, dvd's, boeken. En een meter, uiteraard ook heel belangrijk. Poster van Hello Kitty. En normaal hangt daar een poster van One Direction, maar de jongens liggen nu daar. Dus die valt alsmaar terug naar beneden. En dan uiteraard nog wat speelgoed. En de kleerkast. En dan haar vorige idolen K3. Nog met Kathleen. Maar sinds een aantal maanden vindt ze K3 schaamtelijk. Is een beetje gênant. En dus is ze daar geen fan meer van. Is enkel nog One Direction. Op die leeftijd dus. Dan nog een beetje speelgoed en rommel. De kamer van mijn papa. Dan gaan we al. Ik zeg het, is hier totaal niet groot. Dan wacht, de badkamer. En dan komen we in de keuken, die jullie al een aantal keren gezien hebben. Tafel, waar het nog veel placemats op liggen. Gisteren nieuw opgeruimd was de bureau van mijn papa en daar mijn bureau. En de tv-hoek. En dat is het eigenlijk. Een klein, maar gezellig rijhuisje. Nu ja, gezellig, niet altijd. Maar een rijhuisje in Sint-Niklaas. Dus dat was de rondleiding, de korte rondleiding. Maar wie weet, verhuis ik ooit naar een groot, machtig kasteel. En dan kan ik jullie een echte rondleiding geven. Dus, maar nothing much to talk about, actually. Zo, het is het einde van de dag of van de blokdag. Straks komen de papa en de zus terug thuis. Papa is gaan werken en de zus was vandaag bij de oma. Gaan spelen met een neefje. En ondertussen is de post ook geweest. En ik heb twee kerstkaarten gehad. Deze komt van Pieter. Dat is een klasgenoot. Een studiegenoot. En de andere is eigenlijk de beste kerstkaart die ik dit jaar al gehad heb. Dus deze. Met een pinguïn, ik bedoel, dus mijn lieveling is hier. Dus, en die komt van Tani. En Tani is een meisje dat ik heb leren kennen vorig jaar. Tijdens het wachten, niet tijdens het wachten, achteraf. Achter het concert van Mika in Cirque Royal in Brussel. Die stond daar met haar vriendin, terwijl wij buiten stonden na te praten. En die vroeg van, moet er iemand naar het station? Want dan willen wij wel meewandelen, want twee meisjes alleen. En ik moest toevallig ook naar het station, dus... En we zijn eigenlijk blijven praten. Het is eigenlijk wel super dat je mensen leert kennen voor of na een concert. Omdat je dan iemand hebt die ook fan is en die mee hetzelfde heeft beleefd. Dus dat is eigenlijk wel super. En een van de mensen waar ik zeker ook nog eens mee moet afspreken. Dit was het dan voor deze vlog. Bedankt voor het kijken alweer. Als je nieuw bent, vergeet niet te subscriben of te abonneren op dit kanaal. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwste vlogs. Geef een duimpje en laat iets achter in de commentaarbox beneden ook. En dan wens ik jullie een heel fijne kerstavond morgen. Dag! Hey, hallo iedereen, ik wil jullie even allemaal op deze kerstavond een fantastisch zalig kerstmis wensen. En alvast een fantastisch 2014, waar dat al jullie dromen mogen uitkomen. Waar je veel liefde en vriendschap mag hebben. En dat je gewoon fijne momenten mag beleven met de mensen die je graag hebt. En maak er gewoon het beste van. Probeer iedere dag iets te doen waarvan je ontzettend hard kan genieten. En dat een lach op je gezicht tovert, dat is het belangrijkste. Dus een zalige kerst en een heel fijn 2014.